Dit is Stelplaats Wolfhagen. Hele rustige plek aan de rand van het dorpje. Dit dorpje staat trouwens bekend om de wolf en haar zeven geiten. En er is hier een sanitair die in de winter helaas gesloten is. Hele goede wifi trouwens. En je betaalt 5 euro per 24 uur. Stroom is apart. 8 uur voor 1 euro. Er is plek voor, nou, je moet een beetje schatten. Ik denk een 20, 25 campers. Nu in de winter is het vrij rustig. Maar ik verwacht dat het in de zomer heel druk is. Want het is echt een plek waar ja, alles eigenlijk wel is. S'avonds komt de beheerder even langs. Die komt je een kaartje geven met erin het wifi-wachtwoord. Dat is de wifi van het dorpje zelf. Maar die is echt een goede ontvangst. Je kunt gewoon tv kijken. Het gaat echt heel goed. Hij komt je ook nog een pincode geven voor de cassettetoiletlediging. Dat zit namelijk in een afgesloten hokje. En daarin hangt ook de sleutel weer voor het deponeren van je afval. Dat is namelijk een afgesloten container iets verderop op het terrein. Het terrein loopt wel een klein beetje af, dus je zult wel je opwerkbokjes nodig hebben hier. Een beetje afhankelijk van waar je gaat staan op het terrein. Vooraan het terrein is het veel schuiner dan achteraan het terrein. Wij staan zo'n beetje midden en ja, met een beetje goed mikken is het goed te doen. En wij staan gewoon waterpas zonder de bokken te gebruiken. Heb je een langere camper is het ook geen probleem. Ik zie hier nu ook al een camper tussen staan die zeker 10 meter lang is. Dus grotere jongens moeten ook makkelijk kunnen.